Een van de meest inspirerende boeken die ik gelezen heb is het boek van Jared Diamond, Guns, Germs and Steel. En ook een aantal andere boeken van Diamond zijn erg lezenswaardig. En wat het aardige daarin is, dat hij de geschiedenis van de mensheid, zeg maar vanaf 10.000 jaar voor Christus tot nu, beschrijft aan de hand van wetmatigheden die heel sterk lijken op wat de economische theorie ons leert. En het blijkt dat je heel redelijk de ontwikkeling in de wereld en de verschillen in de ontwikkeling tussen Europa en Amerika en tussen Australië en Azië heel goed kunt verklaren met een aantal standaard economische redeneringen. Erg veel te maken hebt met de endogene groeitheorie. En dat is heel inspirerend om te lezen. Breng je op nieuwe gedachten voor je economisch onderzoek. There is an article published by Carlos Diaz Alejandro called Goodbye Financial Repression, Hello Financial Crash. And it is about the Chilean crisis of the 1980s and how Chile started out with no public debt, very little public debt, budget surpluses, and got into a horrific debt crisis because the banks borrowed a lot and the government wound up taking on the debt. And if the story sounds familiar, now you know why it was such an inspiring article. Wel, ik denk het, maar ik zeg niks nieuws. Het boek Fault Lines van Raghu Rajan, denk ik dat veel mensen al gelezen hebben. Maar als je het niet gelezen hebt, het is een beetje een boek dat praat over de origine van de crisis en hoe er nog problemen zijn. Maar ja, het heeft, ik denk, de FT Book of the Year al gewonnen. Dus ik denk dat de meeste mensen dit boek inderdaad al kennen, maar... I think the book that has made the most difference to my thinking, which was a revelation when I read it, was the book by Philippe Guillon and Peter Howitt on growth economics, published about 20 years ago, which sets out the modern theory of economic growth, or set it out for me clearly for the first time, in particular in terms of the micro foundations of economic growth and the things which policymakers can do potentially to raise the rate of growth. I was brought up on the economics which said politicians or policy choices can at most affect the level of income per person. That book very clearly says how you can address the rate of growth of income per person, even in an advanced country. And that book has gone on to spawn papers like Aguillon and Howitt's appropriate growth policy, which I think every applied growth person thinking about Europe today should read. Het boek dat voor mij een eye-opener is geweest, is het boek van Charles Kindelberger, Manias, Panics and Crashes. Het is een geschiedenis van de ontwikkeling van financiële zeepbellen en hoe die op een bepaald moment onhoudbaar worden, om dan uiteindelijk tot een crash te komen. En dat is een schitterende geschiedenis waar je dus eigenlijk al de elementen terugvindt die we in de laatste jaren ook hebben gekend. Dus er ontstaat op een bepaald moment een euforie. Meestal of heel dikwijls is dat het gevolg van iets nieuws, een nieuwe technologie. Mensen worden buitengewoon optimistisch, gaan zich in de schulden zetten om te investeren en om daarvan te profiteren. Op een bepaald moment is dat te ver gegaan, hebben ze te veel schuld aangegaan en heel die zeepbel crasht dan. En dan krijgen we een diepe recessie. En dat is al 200, 300 jaar aan de gang. Dus er is niks nieuws onder de zon.